mensen, bezin eer gij begin. De vijand staat niet voor de poorten van Europa, ze zitten erin. Als je niet heel snel in het geweer komt, zal het Nederland wat wij in de toekomst gaan meemaken één berg van ellende zijn. Daar tegenover daar hebben we nou asielzoekers gekregen uit Syrië. Die wonen daar. Ja, komt er een op de fiets. Het meest essentiële waar ik voor sta, dat is Volkswagen. Wij Nederlanders moeten gewoon zorgen dat wij blijven bestaan. Ik zal het nooit opgeven, ik zal nooit capituleren, nooit. Want we hebben het gelijk aan onze kant. Nummer 63. Bingo. Een Nederlander, dat is iemand die gewoon zijn afspraken vaak nakomt. Dat is iemand die het lekker vindt om een broodje haring te eten, van kaas houdt. Die niet een uur uit de wind stinkt naar knoflook. Vroeger waren wij de meest gevreesde heersers op de zee. Laten we zeggen, Nederland kan het weer. Die VOC-mentaliteit. Sinterklaas en Zwarte Piet horen we Nederland zoals molens het klompen. Het Nederlandse volk is wel degelijk te activeren. Alleen je moet op de juiste knopjes weten te drukken. Zwarte Piet zegt het al, die is zwart. Dus daar kunnen we weinig aan veranderen. Jullie hebben een knuffel nodig! Meer liefde! Onze boodschap is dat we Nederland gaan terugbehoren. Van wie is dit land? Ja, nieuwkomers maken wij zelf. Deze man die zich voor als ideale schoonzoon. Ideale schoonzoon. Het is gewoon een neonatie. Kijk, eens, laten we heel eerlijk zijn. Hoe dan ook, hij toch zegt wat 3/4 van de mensen zeggen over het vluchtelingenprobleem. Het maakt mij niet uit wie het wiel verder uitvindt en ermee aan de gang gaat. Als het maar rolt. Wij zijn de architecten van hetgeen wat er gaat gebouwd worden in de toekomst. Eet maar op en drink maar op. Eet maar op.